Dames en heren, na de wedstrijd Breukelen tegen Sportlus 46 praten we namelijk Remco de Rijk. Remco, een volwassen wedstrijd met een gedegen overwinning. Heb ik het goed gezegd of niet? Ja, absoluut. Ik denk als je het vergelijkt met vorige week. Vorige week een hele goede eerste helft en daarna een tweede helft. Die was van minder niveau. En vandaag een hele goede eerste helft. Konden we nog niet in doelpunten uitdrukken dat we nog niet voor stonden. Maar we zeiden we moeten zo blijven spelen. En tweede helft kwamen die goals wel. Het was ook lekker voetballen denk ik op middenveld, of niet? Het balletje ging lekker rond, er werd gevoetbald, er werd vrijgelopen, er werd gescoord, gestoord voorin. Ja, klopt. We konden heel makkelijk de bal bij onze rechts- en linksbuiten kwijt. Die waren heel balvast vandaag en legden hem vaak weer op ons terug, waardoor we weer verder konden voetballen. En dat was lekker voetballen op middenveld. Had je het een beetje verwacht tegen toch een tegenstander die uit de hoofdklasse terugkomt? Ze hadden twee gespeeld, één punt. Mag je natuurlijk niet te veel consequenties aanhangen. Alleen we konden deze wedstrijd wel winnen. Voelt dit lekker? Voelt heerlijk. 3 gespeeld, 9. Heerlijk. Geniet ervan en fijne avond. En tot volgende week. Hetzelfde.